De veiligheidsbonden moeten met de regering nog overeenstemming bereiken over bepaalde toelagen. Het ligt in de planning om de gesprekken vandaag af te ronden. Volgens Max Breinburg, voorzitter van de bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, spreken de bonden die vorige week in beraad waren, de minister van Financiën en Planning, vanavond in een vervolggesprek. Moet u aangeven dus dat we nog niet eruit zijn en dat we dus vanavond om 7:00 weer bij elkaar komen om af te ronden. Want gisteren waren we deels akkoord, dus voor twee toelages betreft, althans wat één toelage betreft, wat al de verschillende bonden betreft, daar zijn we, hebben we wel een overeenstemming bereikt. Maar er is nog iets dat speelt, dus de tweede toelage. En daar hadden we elkaar nog niet gevonden. Dus de bedoeling is om vanavond af te ronden. Yes. Als we dat hebben gedaan, dan zal ik uitkomen. De gesprekken zouden gisteren goed zijn verlopen, zegt Breinburg, ondanks het vertrek van president Santokki naar het buitenland. Er is mandaat verleend aan de minister van Financiën om dus de zaken in elk geval in goede orde en goede banen te leiden. Dus hij heeft in elk geval mandaat om besluiten te nemen samen met onderhandelingsorgaan en een deel van de clusterministers. Daarvan moeten we gaan veranderen. Dat hebben wij ook gesteld. Dus zij hebben het aangegeven, maar wij niet. Vandaag uitkomen. Anders probleem. Het gaat vooral om de representatietoelagen van de korpsen die nodig aangepast moeten worden. De overige vakbonden, waaronder de CLO, Vrafaksuur en de Moederbond, waren ook aanwezig bij de vergadering met minister Stanley Ragubarsingh.